Hallo kijkers van Tux Gameplay. Vandaag weer een nieuwe video op dit kanaal. Ik, Leon, ga vandaag een nieuw spel opnemen. Assetto Corsa. Assetto Corsa. Ja, racespel. Ik ga vandaag rijden met een Porsche 911. Customized door Roof. Er is gewoon wat meer power in gedrukt. Turbo erop gezet. Dat zullen jullie zo waarschijnlijk ook wel horen. En hij heeft gewoon een stuk meer power. Ik denk dat we maar gaan beginnen. We rijden vandaag trouwens op een bergpas. Jullie kunnen in de comments wel laten weten wat jullie... andere mappen bijvoorbeeld willen zien of een auto of een driftauto of zo. En dan dat we echt gaan driften, alleen focussen op drift. Al moet ik zeggen dat deze auto ook wel wil driften, alleen. Dan gaan we waarschijnlijk echt op een map doen die ook echt bedoeld is voor drift. Niet heel goed zoals jullie zien. Ook omdat deze auto vrij ruw is. Glijdt snel uit de bocht. Weinig controle. Moeilijk controleerbaar. Het kan wel zijn dat de Assetto Corsa een vaste serie van mij wordt op dinsdag. En Mark is dan maandag met Truck & Logistiek Simulator. En of Bus Simulator volgens mij. Dat wil hij nu ook gaan opnemen. Oh ja, en we gaan trouwens weer beginnen met een Farming Simulator server. Dus dit komt waarschijnlijk of vanavond voor jullie of zaterdag of zaterdag of zondag een livestream van online. En dan gaan we de farming server introduceren en dergelijke, de map. En ook twee nieuwe leden dan. Niet echt twee vaste leden en het YouTube kanaal zelf, maar voor in die server in ieder geval. Nu zullen ze misschien ook nog voorbij zien komen in een Fortnite video of wat dan ook. Of Rocket League of zo. Maar het is voornamelijk echt alleen voor Farming Simulator. Dat zijn Tom en Gerwin. Dus die zullen jullie dan waarschijnlijk ook zien in de stream. Dus niet dat het is twee nieuwe leden wel zitten. Hè. Mark en ik die zijn er sinds kort erbij ingekomen met opnemen. Nou, we proberen dagelijks te opnemen. Dan denk ik dat dinsdag en woensdag al mis. Vanwege ziekte. Dus nu proberen we wat verder in het voren te werken. En ik kan ook pas sinds kort kan ik opnemen. Aangezien ik eerst een nieuwe videokaart moest hebben. Dus ja, dat goed. Ik zal denk ik zo meteen heel veel timelapse voor jullie aanzetten. Ben ik er zo weer. Dus tot zo. Slow. If you want me, then I believe that.
Zo, daar ben ik weer. Nou, we krijgen zo meteen krijgen we wat haarspelbochten. Net ook al een heleboel trouwens. Daar bestaat deze berg pas voornamelijk uit. Maar nou, dan kunnen we wel even gaan driften, denk ik, een beetje. Ik doe het nu ook wat tussendoor. Maar dan probeer ik iets gecontroleerder te doen. Wij hier trouwens even door een klein dorpje heen. Ziet er heel mooi uit. Hele goede graphics. We gaan hier een bos in. En hier hebben we vrij lange rechte stukken met haarspelbochten erin. En ik vind dat zelf heel mooi om in te rijden, zeg maar, of te rijden. Hoe ik kan wel zien. Nou, als je rechts bovenin kijkt, dan zie je wel op de map dat we nu wat een paar haarspelbochten hebben. Daarna weer een vrij lang stuk. Wel met de grotige bochten rondom. Te laat gesloot. Dan schiet je door. En ik kan ook wel merken als ik te veel gas geef bij deze auto, dat de turbo in het hart en dat je muil direct kwijt bent. Of dat hij alle kanten op wil, behalve de kant waar jij naartoe wil. Nee. Ik zag trouwens ook onder de video van Mark van vorige week, dat ik een logistics video, dat jullie vonden dat Mark heel goed kon rijden. Nou, ik denk dat ik die reacties ook vast wel onder deze video zal zien staan. Maar dat maakt het uit. Ik ben niet zo'n simracer die 10 uur per dag achter een beeldscherm zit met de poot op het stuur. Op zich doe ik het voor mijn plezier. En voor jullie natuurlijk. Maar jullie kunnen dus achterlaten in de comments wat jullie willen zien. Jullie bepaald parcours willen zien. Of parcours speciale baan of zo, Noordsluif of Spa of zo. Kunnen jullie laten weten in de reactie? Dan ga ik kijken wat kan en wat niet. Of wat leuk is voor de video. Nu ook wel op rechte stuk als ik te veel gas geef dat hij de achterkant al voorbij wil. Nou, ik kom dan omdat ik, als ik te veel gas geef, dat de turbo erin hakt, zeg maar. En dat als hij er dan goed in hakt, dat er zoveel kracht op de achterwiel komt te staan dat ik niet meer in balans kan houden. Ik zal nu wel even een timelapse maken van deze bochten. Het is ook niet heel lang meer trouwens, goed hè, als je het past. Dan nog even een klein timelapse en dan zie ik jullie zo weer. Tot zo.
Zo, daar ben ik weer. Maar we zijn bijna op de eindbestemming. Zo, we zijn bijna op de eindbestemming. Einde van de pas. Dus dan ga ik de video ook afsluiten. Dat is het laatste stukje voor de finish. Hoe je het maar wil zien. Nou, dat was hem. Ik ga hierbij de video afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Als het goed is komt er of vanavond en anders morgen of overmorgen komt er een farming livestream en anders wel video. En dan zien we jullie dan en anders maandag bij een nieuwe bus simulator video of truck en logistics video van Mark. Daarbij.